De compacte Evoque werd in 2010 gelanceerd in het Range Rover gamma en sloeg in als een bom. Hij veroverde veel harten door zijn LRX concept car looks. 772.096 harten om precies te zijn. Een groot succes dus voor Range Rover. En met deze nieuwe Evoque willen ze uiteraard nog beter doen. Qua design blijft hij trouw aan de pure lijnen van zijn voorganger. Voor nog meer klasse zorgen stilistische verwijzingen naar de Velar. Ondanks een unieke coupé-silhouet weet de vijfdeurs Evoque een zee aan interieurruimte te bieden. Zowel de beenruimte achterin als de koffer gaan erop vooruit. Het interieur is even clean als het koetswerkdesign. Een hedendaagse luxe. En de Evoque telt niet minder dan 3 digitale schermen. Een tellerpartij met geïntegreerde navigatie, een infotainmentsysteem met Apple CarPlay en een scherm voor de settings, die zowat alle knoppen vervangt. En dit is scherm nummer 4. Technisch is de Evoque volledig nieuw. Onder de motorkap is er de keuze uit 4-cilinder benzine- of dieselmotoren uit de moderne Ingenium-familie. Op de basisdiesel na de enige voorwielaandrijver krijgt de Evoque altijd een 9-trapsautomaat en een 48-volt hybride systeem voor een lagere uitstoot. Volgend jaar volgt een plug-in hybride variant die de uitstoot nog lager brengt. En wie de planeet wil redden en verder kijkt dan enkel het verbruik, kan kiezen voor een vegan interieur met gerecycleerde materialen. Trouw aan zijn roots krijgt de nieuwe Evoque het Twin Response 2-systeem voor verregaande terreincapaciteiten. De innovatieve Ground View-functie toont je zelfs wat er gebeurt onder de voorwielen. En dat is niet alleen handig om te gaan offroaden, maar ook in de stad. En zo'n rijcomfort is ook optimaal voor typisch Belgische wegen.